Hallo, kijkers van Harme Frodo. Als er iets is wat ik leuk vind, is als Nederlandse YouTubers bioscoopfilms maken. Het is natuurlijk ook altijd een van mijn grote wensen. Ik heb het als allereerste geprobeerd met Storming Scotland the Movie. We weten van geen stoppen! Want we zijn er allemaal! Want we zijn er allemaal! Daarna heb ik het geprobeerd met Harme Frodo Apocalypse. Waarover ging jouw meest recente nacht? Ik weet het niet. En toen heb ik het tot slot gewoon nog een keer geprobeerd met Harme Frodo Redemption. Show them who we are! Dat waren allemaal misschien niet de grootste successen. Maar dit is mijn review op Bellinga vakantie op Stelten. Earth from a bird's eye view. You should go feathers and see this too. Bellinga vakantie op Stelten is een film gemaakt door de Bellinga familie vloggers. Ze hebben natuurlijk al vorig jaar hun film gemaakt, Bellinga huis op Stelten. En daar ben ik toen ook naar de bioscoop geweest. En in het kort gaat het verhaal, wat je ook al in de trailer kan zien, over het volgende. De Bellinga familie gaat op vakantie. Ik weet het! Curaçao! Nee! Op de allerlaatste dag verliest de vader van de familie al het geld voor de vakantie in een bijzonder weddenschap. En wat valt je erin? Ja, jij onze vakantie. Dan probeert hij te zorgen dat ze ergens vastlopen tussen Nederland en Frankrijk, om er maar voor te zorgen dat hij op tijd, nou, niet die hele dure vakantie hoeft te betalen. Heel weinig benzine erin. Aan de andere kant zorgt de buurvrouw er op dat moment voor dat al het geld wordt terugverdiend, zodat uiteindelijk de vakantie alsnog door kan gaan. Ik wil als eerst vertellen wat ik allemaal goed vond aan de film, want we gaan natuurlijk niet te negatief zijn op een Nederlandse film gemaakt door Nederlandse YouTubers. Oh ja, pas op! Hun twee kinderen spelen de hoofdrollen, Luan en Lucilla. Nou, die zijn allebei echt ver onder de 18 en die acteren er best wel goed op los. Je ziet niet dat ze er heel veel moeite in hebben. En volgens mij hebben ze nooit echt acteerklassen gehad of dat soort dingen. Dus dat vond ik best wel tof. Jullie durven gewoon niet te zeggen dat we deze zomer niet op vakantie gaan. Het tweede best wel goede aan de hele film is dat ze telkens constant hun eigen muziek ertussendoor maken. En die hebben ze allemaal zelf ontwikkeld. En dat is ook allemaal weer op Spotify te luisteren en zo. Dat vond ik ook gewoon echt wel erg sterk. Het is zomervakantie. En gewoon dat ze zoiets hebben gemaakt met heel weinig budget, vind ik ook gewoon erg tof. Oh ja, pas op! Dan wil ik nu ook graag benoemen wat er minder goed was aan de film. De film heeft 3 plotpunten. Plotpunt 1 is dat de vader heeft al het geld kwijtgeraakt. En die moet zorgen dat de vakantie eigenlijk misloopt, zeg maar. Zodat hij niet alles hoeft te betalen aan dure resorts in Frankrijk. Plotpunt 1. Heel weinig benzine erin. Plotpunt 2 is de buurvrouw. En die zou door virtuele rondleidingen te verkopen in het Bellinga-huis al het geld voor de vakantie terugverdienen. Zodat alsnog de vakantie door zou gaan. Mondje dicht. En het plotpunt 3 is dat Luan en Lucilla samen een enorme bucketlist hebben opgesteld voor de vakantie met allemaal leuke dingen om te doen in de vakantie. Zodat ook zij een rol hebben in deze film. De Bellinga vakantie bucketlist. Elk van deze 3 plotpunten is slecht uitgevoerd in de film. Het allereerste plotpunt waarin hij de vakantie moet tegenhouden eigenlijk, de vader, dat is slecht uitgewerkt doordat hij dat doet door weinig benzine in de camper te doen, zodat ze ergens wel, zeg maar, vast moeten lopen. Maar halverwege de film nemen ze een andere wagen met meer benzine en al dat soort dingen, waardoor je zou denken van, hey, dan werkt dat toch niet meer. En blijkbaar zijn niet heel veel andere mensen er in die film achtergekomen dat dat zo was. Die was ik al een week kwijt. Plotpunt 2, met het terugverdienen van die virtuele rondleidingen, dat gaat uiteindelijk helemaal, dat is echt, voor 2 seconden wordt dat geprobeerd. En vervolgens verdient ze al dat geld terug door ook mee te doen aan een weddenschap en opeens incredible goed te zijn in golf. Dat is gewoon niet hoe het plotpunt werkte. Het plotpunt werkte dat ze virtuele rondleidingen ging verkopen en daar wordt uiteindelijk niks mee gedaan. Plotpunt 3 met die bucketlist, dat is nog echt de meest uitdagende. Ze zetten op de bucketlist volgens mij maar 5 of 6 dingen, terwijl een bucketlist is altijd echt lang. Dus je zou denken, oké, dan doen ze al die 5 of 6 dingen in de film. En uiteindelijk doen ze er maar 4. En dan zeggen ze, nou, we moeten dan de bucketlist nog wel af gaan maken. En dan is de film voorbij. Dat je ook denkt, van de film duurt echt maar super kort, maar 5 kwartier.
er was nog genoeg ruimte om die bucketlist af te maken. Dus dat maakte hem ook gewoon vrij onrealistisch. Tot slot wil ik natuurlijk wel zeggen dat ik het echt super tof vind dat de familievloggers deze films maken. Ik hoop zeker op een derde deel. Misschien een deel dat dit verhaal afmaakt. Misschien ook een deel wat de romance afmaakt die in de film voorkwam. Misschien de bucketlist die wordt afgemaakt. Misschien de hele film die wordt afgemaakt. Dat zou heel leuk zijn, want ik had niet het gevoel alsof de film af was. Aangezien het een Nederlandse film is, kan ik hem natuurlijk niet hoger plaatsen dan echt zulke Amerikaanse blockbusters die ik in de bioscoop heb gezien. Dat zou echt appels met peren vergelijken zijn. Dus ik zal jullie voorstellen aan de nieuwe ranglijst van de bioscoopfilms. En omdat ik van de ranglijst The Flash het allerlangst geleden heb gezien, gaat die eruit en wordt die dus vervangen door Bellinga Huis op Stelten, Vakantie op Stelten. Hij komt natuurlijk boven Transformers Rise of the Beast, want dat was echt een van de slechtste films die ik in mijn leven heb gezien. Dus de top 10 ziet er nu zo uit. Op plek 10 staat Transformers Rise of the Beast. We find this alone, we find it together. Op plek 9 staat de Bellinga Vakantie op Stelten film. Jullie durven gewoon niet te zeggen dat we deze zomer niet op vakantie gaan. Op plek 8 staat No Hard Feelings. You have a roadrunner tattoo covering your entire back. I don't think you should tell anybody what to do with their body. Op plek 7 staat de horrorfilm Insidious: The Red Door. Are you ready? We're ready to forget the further, once and for all. Op plek 6 staat Hypnotic. You know what you're dealing with. Op plek 5 staat Mission Impossible: Death Reckoning Part 1. His fate is written. Shall we write yours too? Op plek 4 staat Indiana Jones and the Dial of Destiny. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. Op plek 3 staat Oppenheimer. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Op plek 2 staat de video van vorige week, de film Barbie. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. En op plek 1 staat natuurlijk nog steeds To Catch a Killer. I'd have to ask for your transfer. I'd be working for the bureau. En als een leuk extraatje wil ik net als vorige week jullie vertellen over de beste series die ik afgelopen tijd heb gezien. En de top 10 daarvan. Er gaan weer een hoop uit, er komen er weer een hoop bij. En de huidige top 10 van de series is op de 10e plek het tweede seizoen van I Am Groot. Het bestaat uit een paar korte shorts en het is gewoon niet heel interessant. Alleen de 5e aflevering was echt bizar goed. Maar verder is het echt gewoon onzin. I am Groot. Pew, pew, pew. I am Groot. Op plek 9 zet ik The Clone Wars seizoen 1. Ik hoor altijd dat seizoen 1 een seizoen is waar je even doorheen moet. Nou, zo ervaarde ik het ook. I sense a plot to destroy the Jedi. Op plek 8 staat het 15e seizoen van Family Guy. Family Guy is gewoon leuk. I am hurt pretty bad. Like that time I was running with scissors. You run like a girl. Op plek 7 staat Secret Invasion seizoen 1. You're in no shape for this fight that lies before us, old friend. Op plek 6 staat Endor seizoen 1. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. Op plek 5 staat Agents of S.H.I.E.L.D. seizoen 1. Welcome to level 7. Plek 4 staat The Book of Boba Fett, seizoen 1. Het was gewoon echt een geweldige serie. Geloof niet wat iedereen erover zegt. Ik heb er zo van genoten. I intend to rule with respect. Op plek 3 staat The Mandalorian, seizoen 1. Bounty hunting is a complicated profession. Op plek 2 staat Obi-Wan Kenobi, seizoen 1. I want every lowlife and bounty hunter to squeeze him. En op plek 1 staat The Mandalorian seizoen 2. Show me the one safety deemed such destruction. Dan wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de Nederlandse romantische comedy Only You. En de Amerikaanse blockbuster Gran Turismo. Laat alvast in de comments weten welke je denkt dat ik hoger in de ranglijst zet. Dat zien jullie volgende week. Tot ziens, tot later.